Aan het water De Strijp in Honslersdijk wordt op 6 plekken een natte ecologische zone aangelegd. Op de plek is riet weggehaald en ruimte gemaakt voor nieuwe waternatuur. Voorbeelden van natte ecologische zones zijn natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en waterplantzones. Het doel van de aanleg is het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit in het gebied.